ben Janette en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 1 juni. En het is heel erg lekker weer. Ik heb nog geen make-up op, maar Joel en ik, mijn broertje en ik, zijn even buiten iets aan het proberen. Dus als je heel veel zin hebt in deze nieuwe weekvlog, zou ik het heel erg leuk vinden als je even een duimpje omhoog doet en abonneert op mijn kanaal. En dan heel veel kijkplezier. Ik heb vanochtend even aan school gewerkt, maar we hebben dus nu het doel dat ik vandaag 5 keer ga hooghouden met een bal. En we zijn al eventjes begonnen. Dat zal ik zo meteen in beeld plaatsen. En het lukte nu net al 1 keer, 3 keer. Dus we gaan het even kijken hoe het gaat lopen. We gaan straks weer verder met het hooghouden, maar we hebben even een pauze genomen. We gaan nu even naar de stad. De terrassen zijn vandaag weer open, maar we gaan niet op het terras zitten. Nee. We kunnen wel even langs de McDrive. Is goed. En wat kunnen we voor de rest doen? En ik wil dus eigenlijk heel graag, ik had dus eerst een Apple Watch en ik wil hem opnieuw kopen. Alleen ja, het is wel weer gelijk €200. Dat is wel een beetje duur. Oké. We hebben even een stop gemaakt bij de Mackie. Saladetje. Allebei salade. Ja, allebei salade. Oké, Joel en ik zijn in de stad in Leiden. En vandaag is dus de dag dat de terrassen open gaan. Nou, wij gaan niet op het terras zitten. Maar het ziet er zo ongezellig uit. Ja, het zit echt niet. Het is echt niet te doen. Maar die bediening. Ik dacht dus dat de bediening 1,5 meter moest houden. En een mondkapje op moest doen. Maar dat is dus helemaal niet zo. Nee. Maar dat was niet. Maar dat was niet. Dus wij gaan nu even richting de Apple Store lopen. En wij zijn gelukkig 1 huishouden. Dus we mogen lekker dicht tegen elkaar aanlopen. Hè, Joel? Mm-hmm. Liever niet. Ik was dus met mijn broertje even in de stad. Is dit licht goed? Ja, volgens mij wel. Ik was dus even in de stad. Daarna gingen we ook nog heel even dat mijn broertje even kon autorijden. Want hij had eigenlijk vorige maand zijn examen. Alleen dat ging toen niet door omdat alle auto-examens waren afgelast. En toen heb ik in de stad echt iets heel leuks gekocht. En ik denk nu wel weer, oh Jan, het is verschrikkelijk dat je dit nu weer koopt. Maar ik heb het toch gedaan omdat ik er toen heel veel plezier van had. Ik heb namelijk een nieuwe Apple Watch gekocht. En ik had natuurlijk al een Apple Watch. En dat hebben jullie ook in mijn vlogs kunnen zien. Ik zal hem eventjes laten zien. Ik had namelijk toen een zwarte Apple Watch. Of noem je dat zwart? Ik weet het eigenlijk niet eens. Alleen die was dus na 1 week was die kapot gegaan. Ik zal hem even laten zien. Deze had ik gekocht. En hier is hij dus gebroken. En daardoor, ja, je kan hem nog wel gebruiken, maar het is gewoon echt heel erg zonde. En valschade, dat is niet onder de garantie. En toen heb ik, ja, er denk ik 4 maanden over getwijfeld om een nieuwe te kopen. En het zat elke keer in mijn hoofd. En toen dacht ik, ja, ik wil het gewoon echt, want ik vind het gewoon heel erg mooi. En toen dacht ik vind eigenlijk een zilveren ook wel heel erg mooi. Maar ik vind het zwarte bandje wel heel erg leuk. Maar dan kan je hem alleen met een wit bandje kopen. En zo'n bandje kost €50. Dus wat ik heb gedaan, ik heb dus nu een zilver klokje gekocht met een wit bandje. Maar dan kan je dit bandje er dus afhalen en die ga ik dan hierop zetten. Dus ik ben echt super benieuwd. En ik ben ook heel erg benieuwd of dat heel erg leuk staat. Ik denk het wel. Dus we gaan hem even openmaken. Tuurlijk ben ik heel erg bang dat het nog een keer gebeurt, maar ik ben altijd heel erg voorzichtig. En ik was er gewoon echt heel erg blij mee. Dus een cadeautje voor mezelf. Even kijken. Dus nu heb ik ook 2 verschillende bandjes. Dat is ook wel heel erg leuk. En ik heb dus nu de witte met een zilver klokje. En ik ga dus kijken of het leuk is om het zwarte bandje erbij te proberen. Nou, gaan we hem even openmaken. Oh, moet ik even kijken hoe dit moet. Oh, hij ging in één. Zo, dus dit is hem. En nu heb ik dus een zilver klokje met een wit bandje. Vind ik ook heel erg mooi.
En ik ga nu even het zwarte bandje er ook gelijk op doen om te kijken hoe dat staat. En ik dacht, ja, met zilveren sieraden is dit eigenlijk ook wel heel erg mooi. Nou, ik heb eindelijk een keer in mijn leven een goede keuze gemaakt. Wat ik dus nu heb gedaan, is van het zwarte klokje die ik eerst had, heb ik de bandjes afgehaald. En bij die witte, bij die zilveren Apple Watch hoort dus deze. En nu heb ik het zo gedaan. En ik vind dit echt zo vet. En heel weinig mensen hebben dit ook. Dus nu heb ik een zilver klokje. Klokje, ja. Met zwarte bandjes. En ik vind dit dus echt heel erg mooi. En dan kan ik dus ook nog die witte erop doen. Alleen, ja, ik dacht misschien kan het niet. Maar het staat echt heel erg leuk. Dus ik ben hier echt zo blij mee. En ik heb ook bescherming en zo gekocht. Want ik wil niet dat hij nog een keer kapot gaat. Maar I love it. Echt heel erg blij mee. Het is inmiddels bijna 8 uur. Ik heb net gegeten. En ik dacht, ik ga even rondjes kieleren. C is nu een beetje weg. Dus ik denk dat ik maar gewoon even in mijn eentje ga. Ook al heb ik er geen zin in. Anders ga ik het gewoon niet doen. Het is wel heel erg warm buiten. En meestal ga ik in de ochtend. Maar ik ga dus nu eventjes in mijn eentje. Dus ik ga even iets anders aan doen. Ik doe wel een lange broek aan. Want ik ben heel erg bang dat ik val. En ik ga mijn Apple Watch pas morgen of overmorgen gebruiken. Want ik heb dus een hoesje besteld. Want ik ben te bang dat hij nu met sporten dan valt. Het is vandaag dinsdag. En ik heb al een hele dag stage op zitten. Vanochtend had ik een beetje haast. Want ik moest er best wel vroeg zijn. Ik moest ook een circuit geven. En ik moest nog wat dingen printen op stage. Dus ik was best wel vroeg weg. En ik ben dus nu al terug. Het is nu denk ik 4 uur of zo. En mijn vlog komt zo meteen online. En mijn haar is een beetje vet. Maar dat maakt niet uit. Ik ga vanavond sporten en wassen. Ik ga proberen elke dag te sporten. Of een workout te doen. Ik moet even kijken of ik ga skileren of dat ik een workout via YouTube ga doen. Ik heb dus net de vlog geëdit en bla bla. Ik ga nu even YouTube video's kijken. En ik weet nog niet precies wat ik ga doen. In ieder geval, het is wel lekker weer. En morgen ben ik lekker vrij. Ik heb net even gedoucht. Ik heb eerst avond gegeten, toen gedoucht. Toen bedacht ik me dat ik nog een workout wilde doen. En wat ik dus toen heb bedacht onder de douche, is dat ik alleen mijn haar was met shampoo. Dat ik nu de Olaplex erin ga doen, want dat heb ik al een paar weken niet gedaan. Dan kan dat even heel lang intrekken. Dan ga ik een workout doen. En dan ga ik daarna echt douchen. Het klinkt misschien een beetje verwarrend, maar mijn haar moet gewoon wel nat zijn om dit te gebruiken. Dus dan ga ik dus nu eerst dit doen. Dan ga ik mijn make-up eraf halen. En dan ga ik daarna een workout doen. Want mijn eten moet ook nog een beetje zakken. Dus dan dacht ik, dan kan ik nu even die Olaplex weer een keer laten inwerken. Dus dat is heel erg fijn. En dat doe ik dan toch op een knotje op mijn hoofd. Dus dat maakt niet uit. En morgen ben ik lekker een dagje vrij. En ik ga even naar de stad toe. En morgen komt dus ook het hoesje binnen van mijn Apple Watch. En dan ga ik hem pas gebruiken. Ik had hem vorige keer wel gewoon gebruikt zonder hoesje. Maar ik vind het toch een beetje eng. Zeker met sporten vind ik het heel erg eng om hem te gebruiken. Gewoon zo naar school wel minder. Maar ik dacht, ik doe het morgen gewoon. Voor de zekerheid ga ik met hoesje. Ik moet wel even kijken hoe dat eruit gaat zien. Ik heb zoveel haaruitval. Het is echt bizar. Want misschien ziet het er wel echt niet uit. Maar ja, dat zien we morgen allemaal. Dus ik had niet zo'n zin om nu nog te gaan skileren. En ik vond gisteren ook, nou niet eng, maar ik ging op een deel waar niet zoveel mensen waren. En om daar in je eentje te gaan skileren. Ja, ik had er gewoon niet echt een prettig gevoel bij. Dus ik dacht, ik ga nu gewoon lekker een workout doen. Ik ga het niet filmen, ik was er vorige keer echt niet tevreden mee over hoe het eruit zag. Zo, en ik ga in ieder geval dit nu sowieso dus wel drie kwartier of zo laten intrekken. En de workout doen. En dan denk ik dat jullie mij morgen zien. Ik denk dat ik morgen mijn haar even ga krullen of zo. Goedemorgen. Het is vandaag woensdag. Ik heb wel dit aan. Het leek net een beetje alsof ik naakt was. Maar ik heb gewoon een shirt aan. Er komt hier zo meteen nog een jasje overheen. Ja, hoe voel ik mij vandaag? Ik heb echt mega veel stress. Ik weet niet waar het vandaan komt. Ik heb dit best wel vaak. Dat ik opeens echt een stressaanval heb. Maar ik heb gewoon vandaag afgesproken en ik moet gewoon leuke dingen gaan doen. En ik moet me er gewoon niet zo zorgen om maken. Maar ik word helemaal gek van die online les. Ik kan er echt niks aan doen, maar ik kan mijn draai er gewoon niet in vinden.
En ik mis de hele tijd dingen en daar word ik helemaal gek van. In ieder geval, ik heb net mijn Apple Watch ingesteld. En die ga ik straks omdoen. Vandaag komt het hoesje binnen, maar ik kan gewoon echt niet wachten. Dus die ga ik vandaag omdoen. Ik heb net mijn make-up gedaan. Ik ga even een parfummetje opdoen. Of nou, doe ik dat nu? Ja, dat ga ik nu even doen. Oké, ik heb me helemaal klaargemaakt. Ik heb oorbellen in. En ik heb dus een keer deze blazer aan. Die heb ik niet zo vaak aan. Maar ja, het voelt wel nu alsof ik naar een beetje een zakelijke meeting ga. Zeker als ik hem dicht zou doen, dan helemaal zo. Dit kan nog wel. Maar ja, ik wil hem gewoon een keer dragen, want ik vind hem gewoon heel erg leuk. Dus ik moet me niet aanstellen. En daaronder doe ik even, welke schoenen zou ik aandoen? Ik weet eigenlijk niet wat voor weer het is. Oké, ik ben dus in de stad en we hebben geluncht. En net toen we gingen lunchen. Oké, we hadden gewoon eten en we hadden dus ook een bakje friet. En er waren de hele tijd meeuwen boven ons en ik kijk daar de hele tijd naar. En ik had het er nog over. En ja hoor, bij wie springt er een meeuw op de tafel? Echt gewoon zo'n hap met friet neemt hij mee. Een hele bakje om, alles omgevallen. Nou, dus dat was weer lachen. Nou, kregen we wel gelukkig een nieuw bakje. We zijn even naar het Kruidvat geweest. Dus, maar ook echt precies allebei tegelijk gaan onze veters los. Oké, ik ben weer terug. Ik heb een paar dingetjes gekocht in de stad. En ik heb ook nog wat sieraden gemaakt. Ik ga het even laten zien. Ik had dus vorige keer een pakketje ontvangen van Jewels by Leek. Ik zal het even in het beeld linken. En dat was toen dit enkelbandje. En daar zaten ook oorbellen bij. Misschien herinneren jullie dat nog wel. En ik heb dus nu deze oorbelletjes gekocht. Deze zilver oorbelletjes gekocht met Love. Die vond ik wel echt heel erg leuk. En ze hadden ook van die Sunny Quartz. En daarvan vond ik deze wel heel erg leuk. Gewoon wit met zilver. Maar je hebt ook blauw. Je hebt echt heel veel verschillende. Dus die kan je dan aan je zonnebril hangen. En ik dacht, als het straks weer had... Nu met lekkere weer. Steeds wel heel erg leuk. En hij heeft hier dus ook een schelpje en een muntje. Maar je kan het helemaal zelf kiezen. En deze heb ik dus zelf gemaakt. En ik vind het echt chill om te doen. Het is heel rustgevend. Ook al lukt het met mijn lange nagels niet echt. Ik zal ook nog even laten zien wat ik nog meer heb gekocht. Ik heb ook even watjes gekocht. Want dat gaat bij mij altijd echt super snel. Zo. Dan heb ik droogshampoo. Tropical. En volgens mij met Sherry, of hoe noem je dit? Deze, die van mij was op. Lekker eentje in mijn la als backup. En die andere ga ik gebruiken. Ik ga deze een keer gebruiken, die heb ik nog nooit gehad. Mijn medicijnen. Voor mensen die het niet weten, ik heb dus astma en daar gebruik ik medicijnen voor. Dat heb ik net even gehaald. En ik heb twee keer nieuwe deo, want het was actie. Dus ik heb deze gehaald. Die doe ik ook even in mijn backup la. Ik heb ook nog een hoesje besteld voor mijn Apple Watch. Ik wilde gewoon even kijken hoe dat eruit zag. Ik ben gewoon heel erg bang dat hij beschadigt. Die heb ik volgens mij, hoe heette dit ook alweer? Hoesjes.nl of zo. Zo, maar als je dit bij de Apple Store koopt, ben je gewoon echt zoveel geld kwijt. Deze. Dus ik ga deze er even omheen doen, kijken hoe dat eruit ziet. Wel minder mooi, maar ik ben gewoon te bang dat hij kapot gaat. Dus ik ga dit even proberen. Waar ik het nog over wilde hebben. Ik had dat volgens mij 2 weekvlogs geleden had ik dat gezegd. Dat ik een beetje twijfelde over het vloggen. En ik zal even een beetje uitleggen waar ik mee zit. Of waar ik mee zat. Want ik heb nu wel een conclusie gemaakt. Een tijdje is het heel erg goed gegaan met mijn YouTube kanaal. En soms wat minder. Toen ging het weer heel goed. En de laatste tijd worden mijn video's gewoon niet zo goed bekeken. Ik heb niet zoveel reacties en ik voel gewoon dat er minder interactie is. Wat ik heel erg jammer vind, want ik vind YouTube gewoon super leuk om te doen. En ik had eerst al best wel veel contact met kijkers en zo. En dat vond ik altijd heel erg leuk. En ik merkte gewoon dat de laatste tijd gewoon echt minder was. En het vloggen vind ik nog wel super leuk. En ik had er gewoon met video's maken dat ik dacht, ja,
Ik weet niet zo goed waar het nou aan ligt. Ik heb gewoon het gevoel dat mensen het gewoon minder leuk vinden. Dus ja, toen dacht ik wel van waarom doe ik het eigenlijk nog? Want soms krijg ik gewoon echt 3 reacties onder een video. Maar ik heb wel gewoon mezelf een beetje... Ja, ik heb toch wel een beetje nagedacht van misschien moet ik er even een tijdje mee stoppen. Maar ik vind vloggen gewoon echt heel erg leuk. Dus weet je, ik moet het ook gewoon doen voor de 2000 mensen die kijken. En er hoeven niet 5000 mensen te kijken. En ik ben gewoon heel dankbaar voor iedereen die kijkt. Dus ik ga er gewoon mee door. En ik kijk wel, misschien wil ik wel wat andere video's gaan maken. Of ik wil er misschien wel een beetje een draai aan geven. Ik zat ook te denken aan een nieuw intro, nieuwe banner, nieuwe foto, allemaal dat soort dingen. Dus ik moet gewoon eventjes kijken hoe ik dat wil. Maar ik vind het ook heel erg zonde. Ik heb natuurlijk ook pas geleden een nieuwe camera gekocht waar ik nu mee film. Dus het zou ook een beetje zonde zijn. Alleen, ik moet gewoon even kijken hoe het loopt. Dat was dus hetgene waar ik een tijdje geleden een beetje mee zat. Dus dan weten jullie dat. Ik heb mijn sportkleding aan. En ik heb gisteren dus een workout gedaan. En dat ga ik vandaag ook weer doen. En ik heb hier een roze matje. Die leg ik even neer en dan ga ik beginnen. En zo ga ik dus ook voor het eerst mijn nieuwe Apple Watch proberen. Dus ik ben heel erg benieuwd. Heel veel zin in ieder geval. Het is vandaag donderdag. Ik kom net terug van stage. Ik zie er echt niet meer uit. Het is echt al 6:30. Ik was echt tot 5:00 op stage. En het ging vandaag echt super goed. Ik ga volgende week hele dagen weer draaien. Nu had ik nog niet echt hele dagen gedraaid. Maar dat ga ik dus volgende week wel doen. Daar leer je het meest van. Ik loop dus nu stage in groep 7. En ik moet dus volgende week laten weten of ik jonge kind of oude kind ga kiezen. Voor de komende 2 jaar. Jonge kind is 1, 2, 3. En oude kind is dus daarboven. Groep 4 tot en met groep 8. En ik weet het dus echt niet. Ik weet het echt niet. Dus ik ben heel benieuwd wat jullie bij mij vinden passen. Ook al denk je misschien, hoe kan ik dat weten? Ik ben gewoon heel erg benieuwd. En als je dat leuk vindt, kan je dat ook reageren. Dus of jonge kind of oude kind. Ik ga nu eventjes met mijn broertje de hond uitlaten. Dus ik zal jullie even meenemen. Ik heb wel echt net mijn chill outfit aangedaan. Ik had wel iets anders aan haar stage. En hoeveel stappen heb ik vandaag gezet op stage? Ben ik ook wel benieuwd naar. Ik denk niet zo heel veel als ik eerlijk ben. Ik heb al 9 uur gestaan. En 5000 stappen gezet. Valt best mee. Maar in groep 7 kan je ook best wel veel zitten. Ik ga even mijn schoenen aandoen en dan gaan we Gino uitlaten. Nou, oké. Dit is dus Gino. En Gino is nu... Hoe oud zou die zijn? 11 jaar of zo? 10 jaar? Kom! En hij is dus heel langzaam. Wij lopen dan al echt zo ver weg. En dan moet hij nog ongeveer de hele route lopen. En mijn camera is leeg. Goeie timing. Gino loopt ongeveer echt nog aan het begin van het pad. Maar het duurt altijd heel lang voordat hij er eenmaal is. Dus Jules en ik zitten even op de band. En vroeger speelden wij hier altijd op. En dat noemen we een band. Ja, het is een band. Maar... Ja, oké, het is gewoon een band, ja. Leuk. Echt lol. 10 minuten verder en dan is Gino er. Zal ik filmen waar die is? Ja. Oh, je ziet hem vanaf hier, wacht. Hier? Ja. Wacht, ik ga even inzoomen. Ik weet niet of je het goed ziet. Oké, nou, wij zaten dus daarop. Nou, volgens mij komt hij daar aan. Eindelijk. Je ziet hem niet eens. Gino! Daar zo. Het lijkt een beetje op een konijn, maar dat is hem. Ah, hij gaat nu al rennen. Kom! Oh nee, hij blijft stilstaan. Inmiddels al heel wat later. En ik ga een workout weer doen. Zoals de afgelopen dagen. Alleen ik heb zoveel spierpijn. Het is echt niet normaal. Maar morgen is volgens mij de rustdag. Dus ik ga deze wel gewoon echt doen. Daarna ga ik douchen. En ja, ik heb al heel veel spierpijn, maar... Als er staat dat dit gewoon kan, dan doe ik het ook maar. En daarna ga ik gelijk ook mijn make-up er... Nou, dat ga ik er nu eerst afhalen. Ik ga de workout niet filmen. Dat ga ik misschien over een tijdje doen als dat beter gaat. En morgen ben ik vrij. Maar ik moet wel dingen aan school doen.
En ik ga nu even mijn camera in de oplader doen, want die is echt bijna leeg. Die gaat ieder moment uitvallen. Dus dan is die in ieder geval weer opgeladen. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En ik ben al een tijdje wakker. Ik heb net even wat mascara opgedaan en mijn wenkbrauwen gedaan. Ik doe even niks op mijn huid, want dan kan ik er gewoon aan zitten. Dat vind ik veel chiller. Voor de rest, ik ben dus vandaag vrij, maar ik moet de hele dag aan school werken. Dinsdag heb ik stagebezoek en dan komt er dus iemand van de hogeschool kijken hoe je stage gaat en zo. Dus dat, ik moet andere lessen maken. Ik moet eigenlijk echt mega veel doen. Dus ik heb echt geen tijd om iets leuks te doen vandaag. Ik moet morgen ook werken. Dus ik moet eventjes kijken hoe het eruit gaat zien deze week. Ik heb nog wel een heel leuk pakketje van Shein. En ik zou dus samen met Eva een video opnemen. Alleen mijn pakketje was echt anderhalve week eerder dan die van haar. Terwijl ik een dag later had besteld. Heel gek. Dus ik ga nu lesformulieren maken. Misschien ga ik straks even skileren. Want ik heb vandaag een rustdag in mijn workout. Dus ik dacht, nou, ik ga nog wel even skileren. En ik ga me even omkleden, want ik heb het een beetje koud. De afgelopen dagen heb ik dus hierop gesport. En moet je kijken. En ik sta er gewoon met mijn voeten of met schoenen op. Maar dit hoort gewoon op een sportmat te kunnen. Dus het is niet echt een aanrader. Want dit is ook super vervelend. Het is ook aan de andere kant. En dit is wel de bovenkant. Ik heb het ook opgezocht. Maar het hele matje laat gewoon los. Ik had echt geen zin meer om verder te leren. Dus ik ga even een rondje skileren. Ik ben ook heel erg benieuwd hoeveel calorieën hij zegt dat dat is. Als ik een uur ga skileren ongeveer. Dus ik weet niet of ik me te warm heb aangekleed. Maar het is best wel koud buiten. Het heeft helemaal nog geregend. Ik ga nu in ieder geval weg. En dan zien jullie mij na het skileren weer. Oh, wat zie ik eruit. Wat erg dit. Wat zie ik eruit. Wat erg. Oké, ik ben dus nu weer bij mijn moeder. Zo. En morgenochtend moet ik werken en ik ga daarna mijn nagels laten doen. Het is alweer een paar weken geleden. Ik krijg nu een melding dat ik mijn doel heb behaald voor vandaag. Yes. En ik kwam bij mijn moeder en er was een pakketje van de Douglas. Dus die ga ik even met jullie openmaken. Ik kan mezelf echt niet aanzien zo. En ja. En ik ga morgen met Eva een video opnemen. Want we hadden een grote bestelling geplaatst bij Shein. Ik heb twee dingen besteld. Als eerst heb ik de Embryolisse crème. Die gebruik ik gewoon altijd als dagcrème. En die vind ik echt super fijn. Deze is €19,95. Maar ik duur altijd mega lang mee. En dit is hoeveel milliliter? 75. Dus dat is deze. Heel erg blij mee. Dan heb ik van Estée Lauder de Daywear. Deze was €38,60. Volgens mij ging hier wel korting vanaf. Had ik vorige keer dan nog een kleinere tube dan dit? Ik ga even kijken. Oké, okay, mijn vorige was op. Maar dat was dus 30 milliliter. Ik zie nu wel dat er nog een heel klein beetje in zit. En ik heb ze nu van 50 milliliter. Maar ze lijken gewoon bijna even groot. En het scheelt echt €10 of 20. Want deze is nu... Dus nu afgeprijsd was die. Maar alsnog, normaal is die iets van €50. Belachelijk deze prijsje voor. Maar ja... In ieder geval, ik ben wel blij dat ik ze weer heb. Maar ik zie dus nu, als ik zo in het licht kijk, dat er nog heel veel in zit. Dus die ga ik eerst opmaken. Het is vandaag zaterdag en het is al best wel laat. Het is al 8 uur en ik moest in de ochtend weer heel vroeg werken. En daarna heb ik even geslapen en voor de rest heb ik niet zoveel gedaan. Volgens mij ben ik weer heel erg overbelicht. Zo, en lijk ik heel erg wit. Maar ja, maakt niet uit. In ieder geval, ik heb gisteren mijn posters opgehangen van deze NEO en ik ben er... Zo, zo blij mee. Het is echt heel erg mooi. Maar dat krijg je dus nog te zien. Of misschien zie je het wel in een vlog een beetje voorbij komen. In ieder geval, ik moest werken. En toen kwamen Denise en ik op het idee om samen naar de bioscoop te gaan. Dus alles was uitverkocht. We wilden eigenlijk naar Pathé, want dat vind ik gewoon het fijnst. Alleen echt alles was uitverkocht. Heel soms was er nog een film beschikbaar. Maar dan vonden wij het gewoon echt niet leuk. Dus we gaan nu naar Leiden toe. En dan gaan we daar naar de bioscoop. Dus dat is leuk. In ieder geval, ik heb een hele lekkere outfit aan. Omdat het echt verschrikkelijk koud is. Ik heb gewoon een kooltrui aan. Daarover heb ik deze trui. En ik heb dus weer een keer een flarebroek aan. Nou, dat is lang geleden.
En ja, misschien doe ik mijn haar nog eventjes vast. Ik ga in ieder geval even mijn tas pakken. Dan ga ik Den even ophalen en dan gaan we lekker naar de bios. Heel veel zin in. Hey, ik ben met Den en we lopen nu in Leiden. We gaan naar de bios. We zijn even naar de Appie geweest en we hebben wat eten en drinken gehaald. Ja. En volgens mij zitten er, hoeveel mensen zitten er een keer in de bios? 15 of zo? Ja, zoiets. In onze zaal. En we gaan naar de film I See You. I See You. We hebben geen idee, we hebben iets niet ingelezen. Het was de enige film die niet uitverkocht was. En van Pathé was alles uitverkocht, dus we gaan daar gewoon even naartoe. En het regent nu niet, we hebben wel even een paraplu mee. En we zijn eigenlijk wel benieuwd of je dus nu zelf eten en drinken mee mag nemen, of dat niet mag. Aangezien, want ja, maar alle restaurants, ja, ik denk het eigenlijk niet. Ik weet het niet. Mensen denken ook nog dat ik mijn examen heb gehaald of zo. Ik moet bijna zo'n beetje horen. Ja, ik ook. Nou jongens, het toppunt is bereikt. Dus we zitten bij een 16 plus film, we moesten onze legitimatie laten zien. Ja. Ze zei ook echt zo, ik weet dat jullie wel ouder zijn, maar mag ik het zien? Ja. Maar dat hoeft toch alleen als je dan 18 bent? Ik vind dat een beetje raar. Het is alleen maar echt super heet. Ja, ik hoop dat hier... Jezus, wat zie ik eruit. Hier je portemonnee, want anders vergeten we die. Oh ja. Toch? Ja. Oké, nou, we zijn terug van de film. Het is nu, hoe laat is het? 11:30. 11:30. Oké, we geven even een review. Het was dus de film I See You. En dat was dus een thriller. Thriller. En op zich, het was wel oké. Ja, het was wel prima. Het was niet voorspelbaar. Nee, het was niet voorspelbaar. Dat was heel fijn. Maar het was ook niet super, super leuk of zo. Nee. Het was gewoon prima. Ja, het was wel een beetje... Kijk, meestal heb je... Ja, dat wel. Maar meestal denk je van, oh ja, ik weet wat er gaat gebeuren. Dat was bij deze film totaal niet. Dus dat was wel prima. Maar er waren wel mensen... Je hoort aan het praten waren. Ja, dat deed ik zo. Sst, keihard. Ja, maar het was echt hard per ongeluk. Ja, maar ze waren wel stil. Ook hard aan het praten. Ja, ze waren wel echt hard aan het praten. Ik was geen fluisteren meer. Okay. Want het geluid van de film was ook uit. Nou ja, ja, dat was wel een beetje irritant. Echt het laatste half uur van de film hoor je dus geen geluid. Het is een soort van alleen maar spannende muziek. Maar ja, dan dus daar moet je maar van houden. Het is vandaag zondag. En ik was gisteren natuurlijk naar de bios. Wat echt super gezellig was. Het was wel echt slecht weer. Dat maakt niet heel veel uit voor de bios. In ieder geval, het is vandaag zondag. Het is bijna 12 uur. Eva die komt hier naartoe. Want we gaan samen een video opnemen. Van, we hadden een Shein pakketje besteld. Dus we dachten, het is wel leuk om er een video over te maken. En als we allebei onze dingen doen, dan hebben we ook best wel veel. Dus dat leek ons wel een leuk idee. Ik heb me net opgemaakt. Ik moet nog alleen even mijn haar doen. Ik weet niet zo goed wat ik ermee wil. Want ik moet daarna werken. Dus ik ga het ook niet krullen. Daar heb ik geen niet zoveel zin in. Ik was even de Bachelorette aan het kijken. En ik zei gisteren dat ik mijn nagels ging doen. Ik weet niet of ik dat al had gezegd, maar dat ging niet door. Dus ik ga nu deze week ergens. Ik moet even kijken wanneer ze kan. En ik ga dus nu even wachten op Eve. En dan gaan we de video opnemen. En daar heb ik heel veel zin in. En ik ben nog steeds super blij met mijn posters. Het is echt heel erg mooi. Ik ben er echt heel erg blij mee. Het past ook heel erg mooi bij elkaar.